Er zijn een aantal factoren die daar een rol spelen. Hij heeft natuurlijk zelf ook een topsportachtergrond. Dat is één. En dat vind ik heel, heel erg belangrijk. Een coach ook. Hij weet mensen te binden. Hij weet mensen te laten excelleren. Daarbij komt dat hij al jarenlang in de voetballerij rondloopt als medewerker van Ortec en alles te maken heeft met die data analytics, zoals dat dan zo mooi heet. Dus hij heeft ook de ingang bij de clubs. En daarbij komt, omdat wij hier graag in Zeist op de campus echt het voetbalkenniscentrum willen worden, dat hij met zijn ervaring bij een echt sportfield lab op Papendal daar ook zijn ervaring heeft opgedaan. En dat zijn eigenlijk wel allemaal ingrediënten die ook in de functie hier voor de KNVB van toepassing zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat ik in ieder geval redelijk wat bagage meeneem. Anderzijds, we moeten het ook niet ingewikkelder maken dan dat het is. Het zal een bijdrage moeten leveren aan de prestaties van de vertegenwoordigende teams. En gewoon eens even ook kijken met de expertise die we allemaal in huis hebben, ook met de experts die hier al werkzaam zijn, om ervoor te zorgen dat we daar weer een procentje extra bijdrage kunnen gaan leveren aan het hele proces. Zijn toegevoegde waarde is niet alleen voor het Nederlands A-elftal, maar voor alle vertegenwoordigende teams van de KNVB. Dat is één. En alle professionals die hier rondlopen, alle experts. En innovatie is natuurlijk niet alleen nieuwe dingen ontdekken of ontwikkelen. Het gaat erom de dingen die we al hebben nog veel beter te maken. Je bent van origine geen voetbalman. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat brengt dat met zich mee? Ja, nou ja, dat klopt. Anderzijds, ik zie mijn rol ook niet als heel sterk voetbalinhoudelijk. Het is vooral sportoverstijgend. Hè? En vooral kijken naar hoe lopen alle processen, waar kan je nog bijdrage leveren. Misschien als daar ook behoefte aan is, toch eens af en toe een vraagbaak zijn voor coaches of voor andere mensen in het geheel. Dus ik voel me natuurlijk een niet-voetballer. Ik heb mijn roots in het volleybal zitten. Anderzijds al met de relaties die er in het voetbal al zijn in de afgelopen 6 jaar opgebouwd, ook weer niet helemaal een wereldvreemde. Peter Blanchet wordt niet de opvolger van teammanager Hans Jortsma. Die perceptie was er lange tijd. Kun je dat toelichten? Nou, ik ben door de maanden dat ik met deze functie ben bezig geweest, wat eerst het idee was om dat te combineren met de teammanagerfunctie bij Oranje, ben ik tot ontdekking gekomen, dat kan gewoonweg niet. Enerzijds omdat ik geloof in een directe focus. En die focus moet op Oranje zijn. En daar heb je een buitengewoon top teammanager voor nodig. En innovatie is een andere sport. En die vinden wij ook van eminent belang om de stappen te kunnen gaan maken voor de toekomst. En dat heeft mij doen besluiten om die twee functies uit elkaar te halen. Wij hebben met Hans Jortsma hele duidelijke afspraken gemaakt richting het WK 2018. En daar is onderdeel van dat hij zijn opvolger gaat inwerken.